Wat wij gezien hebben in de praktijk is dat heel veel mensen, op het moment dat ze hun bestemming weten, wat wij zeggen, eigenlijk hun vakantie kapot googlen. Zodra je je bestemming weet, krijg je een vorm van hoofdpijn. Want wat je gaat doen is, via Google, via TripAdvisor en allerlei andere sites, reviews lezen. En eigenlijk beleef je letterlijk andermans vakantie. En dat willen wij stoppen. Wij willen daar een einde aan brengen. En daarom vertellen wij je pas op het vliegveld, op Eelde of op Schiphol, waar je naartoe gaat. En op de website kun je kiezen uit een aantal categorieën. Het is ook een categorie 25 graden plus. Dan weet je zeker dat je naar de warmte gaat. En van ons krijg je dan een envelop thuis. En in die envelop zit een krascode. En wij stimuleren je om die, pas als je op het vliegveld bent, om die krascode in te vullen op onze website. En dan wordt bekendgemaakt waar je naartoe gaat. Ja, dat liep het mee eens voor hier leuk. Ik hou ervan van een avontuur. Dus ja, dat, ik zoom hier wel wat aan, Liekje. I wish that I could fly. In ons vooronderzoek hebben we verschillende enquêtes gedaan, ook verschillende onderzoeken. Zo'n 400 tot 500 mensen hebben die ingevuld. En daaruit bleek dat eigenlijk de ene helft dit onmiddellijk direct zou doen. En zei, nou, dit is fantastisch, ongeveer 40%. En de andere helft zei, nou, ik ben hier veel te veel controlfreak voor om dit te doen. En dat voor ons, was voor ons juist een extra reden om door te zetten. Want op het moment dat je één groep hebt die heel enthousiast is, dan kun je daar heel erg op focussen. En we hoeven er niet voor iedereen te zijn. Je wist al als het nou een warm of een kaart lang is. Dus het is net als dat je kleren voor de zomer, maar je had een komst nou ja, in Alaska te laten of zo. Dat, nee, ik ben er wel heel nieuwsgierig mee. Ik zou het zat warm. Yeah.